Goedemorgen, ik ben Jenna en ik ben een Friese stabij. En ik ga jullie vandaag mijn dag laten zien. Ik ben geboren op 3 maart en ben hier ongeveer 13 weekjes oud. En op dit moment word ik bevrijd door mijn baasje. En als ik net bevrijd word uit de bench van het slapen, dan ga ik eerst heel veel rondjes rennen om te laten zien hoe blij ik ben. Vaak pak ik ook iets van een speeltje of dit keer mijn riem om daar lekker eventjes in te bijten of om te spelen. Hier mag ik eindelijk naar buiten. Dat heb ik ook wel nodig, want ik moet heel erg nodig plassen. En dat ga ik dan ook echt direct doen. En ook echt bijna op mijn eigen riem. Beetje stom, maar ja, als je moet, dan moet je. Vervolgens ga ik nog eventjes spelen en knuffelen met mijn baasje buiten voordat ik lekker naar binnen ga. Dan is het eigenlijk alweer tijd om lekker te gaan slapen, want ik ben best wel snel moe. En ik slaap hier het liefst met mijn lievelingsknuffel. Als ik dan weer eventjes buiten ben geweest, dan krijg ik eten. En dat eten krijg ik nu in de snuffelmat, want ik ben te gretig. Dus als ik het in een normale kom krijg, dan eet ik het binnen 2 seconden op. In deze snuffelmat moet ik dus echt moeite doen en alles opsnuffen. Soms vind ik het vervelend, maar het is ook best wel fijn om even een zoekspelletje te doen. En mijn oortjes flapperen er altijd zo lekker naast. Dat vindt mijn baasje altijd zo schattig. Als ik gegeten heb, ga ik weer naar buiten. En hier ga ik eventjes lief en netjes zitten voor mijn baas. En ik wil ook graag de camera als speeltje gebruiken, maar dat mocht helaas niet. En hier is het weer tijd voor nog een plasje. Want ik plas op een dag nou eenmaal heel erg veel. Ik heb nog een klein blaasje. Toch maar weer even snuffen aan de snufmat en lekker drinken. Ik kan nog niet zo netjes drinken zoals je ziet. Hey, hoe kan het dat mijn baasje daar zit? Even kijken. Oh, ik moet naar binnen rennen, dan zie ik er. Ja, daar is ze. En hup, ik wil knuffelen, maar eigenlijk mag dat niet. En ik weet het heel erg goed, maar toch probeer ik het elke keer te doen. Want wie weet mag het toch ooit wel een keer. Nou, dan ga ik maar even lekker rustig liggen. Ook goed. En ik vind het heerlijk om over mijn buikje geaaid te worden. En weer tijd om lekker te gaan slapen. De hoek van de bank is echt mijn lievelingsplek. Oeps, hier ben ik weer betrapt door mijn baas. Maar als ik maar onschuldig kijk, misschien dat ik dan mag blijven liggen. En weer lekker doorslapen. Puppies zoals ik slapen namelijk heel erg veel op een dag. En even bij mijn baasje op schoot. En gapen, want ik ben oh zo moe. Ik krijg van mijn andere baas wel eens een broodkorst. En oefenen met de baas, dat hoort er ook bij. 1, 2, soms 3 keer per dag ga ik oefenen. Maar pootjes geven, zitten en liggen moet ik wel heel erg veel doen de laatste tijd. Maar ja, dan krijg ik wel een lekker snoepje en is de baas weer blij. En rondjes rennen aan een touw door de tuin vind ik heel erg leuk met mijn baasje. En natuurlijk weer even drinken, want ik heb dorst. Trekken aan de kleding van mijn baasjes vind ik ook erg leuk. Ik doe het wel steeds minder, want soms vinden ze het niet leuk als ik dat doe. Maar ik luister steeds beter en stop steeds sneller als ik aan hun kleding bijt. Ah, lekker naar buiten. Wel aan de riem, maar heerlijk in het gras.
Ik word nu 15 minuutjes uitgelaten, want langer kan ik nog niet lopen. Ik vind het heerlijk buiten. Lekker die vrijheid en een nieuwe omgeving. Soms loop ik heel netjes mee aan de riem, zoals hier. Maar soms kan ik ook wel eens stilstaan. Of keihard rennen. Maar dat vinden ze niet zo leuk als ik dat doe. En hier ben ik thuis en dan ga ik echt keihard door het grind rennen, omdat ik dan blij ben dat ik weer thuis ben. Maar na een wandeling ben ik wel heel erg moe. En ga ik weer slapen. Oh ja, en hier had ik een scheetje gelaten. Dat vond mijn baas niet zo leuk, maar als ik schattig kijk vindt ze het misschien toch niet zo erg. Gelukkig kon ik daarna lekker knuffelen met mijn baasje. Dat vind ik heel erg fijn en leuk. En likken, dat vind ik ook erg leuk. Vooral aan iemands hoofd. Lekker kusjes geven. Kijk eens wat een mooi hondje ik ben. Binnenkant van een bloempot vind ik heel erg leuk om mee te spelen. Ik kan me daar echt zo lang mee vermaken. En weer even trekken aan de kleding natuurlijk. Maar ik stop wel snel genoeg. En nu krijg ik een lekker speeltje wat heel koud is uit de vriezer. Dat vind ik zo fijn als het zulk warm weer is. Even lekker afkoelen. Ik heb een zwarte vacht en dan krijg ik het heel snel warm in dit warme weer. En hier was ik weer betrapt dat ik op de bank zat. En mijn baasje vond het weer niet leuk. Jammer. Ik luister dit keer wel dat ik er netjes af ga. Hier heb ik voor het eerst een nieuwe bak. Ja, deze etensbak is wel een beetje ingewikkeld. Misschien dat het ook weer komt omdat ik zo snel anders mijn bak leeg eet. Maar op zich wel een leuk spelletje. En weer slapen natuurlijk. Dat doe ik als de beste. En weer knuffelen met de baas. Lekker slapen in haar armen vind ik ook erg leuk. En ook even uitrekken natuurlijk als ik bijna klaar ben met slapen. En gapen, dat is ook wat er moet gebeuren. Want soms ben ik gewoon heel erg lui. En dit geluidje, dat vindt mijn baasje altijd super leuk. En dan is de dag alweer voorbij en moet ik mijn bench in. Ja, helaas moet ik mijn bench in om te slapen de hele nacht. Maar ja, ook alweer lekker. Een lekker dekentje, zodat het heel erg donker blijft. En dan is het tijd om lekker te gaan slapen. Welterusten en ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn dag te zien. Doeg!